pensionaatsvriendin. Omdat haar ouders op een binnenvaartschip voeren, moest het blonde meisje naar het pensionaat toen ze naar school moest. Ze kende daar helemaal niemand en daardoor voelde ze zich heel erg eenzaam. Gelukkig raakte ze al snel bevriend met een ander schippersmeisje. In de refter zaten ze aan dezelfde tafel en op de koer speelden ze samen. En hun chambretten lagen naast elkaar. Deze Franse benamingen voor eetzaal, speelzaal en slaapkamertje waren een overblijfsel uit de periode waarin de pensionaires een Franstalige opvoeding kregen. Een uniform hoefde gelukkig alleen nog maar op zondag aan. Dat chambretje was een klein hokje met links een bed en rechts twee kasten met daartussen een plank waar een waskom en een glaasje op stonden. In plaats van een deur was er een gordijn en van boven was het chambretje open. Voor de kinderen die hun ouders amper zagen, was zo'n afgesloten hokje heel erg eenzaam. Ze werden immers ook niet getroost. Door niemand. Ze waren twee schipperskinderen op dat hele grote pensionaat. En allebei hadden ze heimwee. Gelukkig vonden ze steun bij elkaar. Ook toen ze groter groeiden, bleef de vriendschap hecht. Het enige eten dat echt lekker was, waren de boterhammen om 4 uur. De middagmaaltijd was minder in trek. Niet omdat er altijd zeer op goede tafelmanieren werd gelet. Dat waren ze aan boord ook gewend. Maar het eten was meestal niet lekker. En daarom ruilden ze dat met elkaar. Als niemand van de zusters keek, schoof het blonde meisje de groente naar haar vriendin. En kreeg zij het vlees op haar bord. Zo kon ieder dat eten wat hij het minst vies vond. Verder waren de meisjes eigenlijk best wel braaf. Maar ja, dat was ook wel logisch onder het strenge regime van het pensionaat. Hoewel de geloofsopvoeding nogal overvloedig was, spraken de verhalen over Jezus hen zeker aan. Dat de ziel onsterfelijk is en na dit aardse leven verder gaat, dat vonden ze een prachtige gedachte. Hoewel ze zich daar niet echt een duidelijke voorstelling van konden maken. Maar dat hoefde ook niet. Ze zaten beide in het koor en tijdens speciale gelegenheden werden er Gregoriaanse missen in de kapel gezongen. Dit vonden ze erg fijn om te doen, want de meisjes hadden een goede zangstem. Het was een van de weinige dingen waar ze echt blij van werden. Na hun tijd op het pensionaat liepen hun levens nogal uiteen. De vriendin ging varen. En het blonde meisje kwam aan de wal terecht. Ze stortte zich met hart en ziel in het uitgaansleven. De vriendinnen zagen elkaar haast nooit meer. En telefoneren naar boord was in die tijd niet mogelijk. En zo bleef het contact beperkt tot af en toe een brief en ieder jaar een kerstkaart. Jaren later ging ook het blonde meisje varen. En daardoor zagen ze elkaar een enkele keer. Dan was het meteen als vanouds. Ook al waren hun levens echt verschillend geweest, ze hadden nog steeds veel raakvlakken. Ze probeerden zinvol te leven, ieder op hun eigen wijze. En hun gesprekken hadden diepgang, net zoals vroeger. Nog later, toen ze ouder werden, woonden ze beide aan de wal. Er was tijd om nog een keer samen naar het pensionaat te gaan en herinneringen op te halen. Een groot deel van het gebouw was er helaas niet meer. Maar er was nog voldoende over om de sfeer van toen nog een keer te proeven. En net als vroeger staken ze een kaars op in de kapel. Helaas kwam er een eind aan de gezondheid van de vriendin. En helaas was daar op een bepaald moment zelfs het einde voor haar. Het blonde meisje, dat nu geen meisje meer was, ging naar de kerk om het afscheid mee te maken. Natuurlijk was er verdriet. Maar er werd ook gesproken over de hoop elkaar weer ooit terug te zien in het leven na dit leven.